Wat ook wel sick is, is dat nu door de hele streamkamer zijn de plinten gelegd. Dus dat is wel heel episch. Boeken van Harry Potter. Heel vet, heel vet. Ja, kringloopwinkel, het is natuurlijk voornamelijk gewoon oude troep. Maar heel vaak zitten er ook wel wat pareltjes tussen hoor. Dus ja, hier hebben we hem ook. De nieuwe Mario Party Game. Wat heel ziek is. Mario Party Superstars. Een hele goede morgen iedereen. Welkom weer bij een nieuwe vlog. Mijn naam is natuurlijk Jochem. En tof dat jullie allemaal kijken naar deze nieuwe vlog hier op dit kanaal. Welkom bij deze super splinter, zieke, verse, nieuwe vlog op dinsdag. Hallo, welkom bij deze vlog. Ik heb er zoals altijd weer enorm veel zin in. Ik ben net lekker wakker geworden en ik ging meteen naar de streamkamer, zodat ik lekker deze vlog kan beginnen. Nee, ik ben ook al begonnen met wat andere dingetjes. Ik heb namelijk net een video opgenomen, wat wel lach is, van Jochem Vis Energy Drinks. Linkje staat op mijn aanbevolen kanaal, dan moet je even checken. Het is wel nice dat ik al echt 2 weken geen video meer opgeüpload. Heb ik net even lekker een video opgenomen. Voor opgenomen, dus dat is wel episch. Dat was wel ziek, dat is meteen gelukt. Dus mijn dag is eigenlijk soort van al geslaagd. Ik weet niet echt of dit een hele lange vlog gaat worden, aangezien ik best wel veel dingen te doen heb, waarvan ik dus één dingetje al gefixt heb. Dus dat is wel episch. En ik ga vanavond ook nog eens lang streamen, dus ik ga niet echt tijd hebben of zo om de vlog op te nemen, maar ik hoop dat ik er alsnog iets van kan maken. Ja, ik heb dus net even lekker een video opgenomen. Oh, what the fuck, ze hebben daar een hele nieuwe schommel neergezet. Ik kom dus nooit buiten hier zo. Meestal ga ik altijd aan de andere kant naar buiten en dan ga ik naar de bus toe. En shit. Ziek. Ziek, ziek, ziek. Maar mijn dag is eigenlijk al soort van geslaagd, want ik wou dus sowieso die video opnemen. Aangezien ik dus voor dat kanaal echt al 2 weken geen video meer gemaakt heb. En dat is dus lekker gelukt. Wat ook gelukt is en wat heel ziek is, is dat de backcam het eindelijk weer doet voor de streams. Dus dat is wel nice. Er hangt alleen nu wel nog een heel ding aan. Ik heb samen de kabel gebruikt die ik ook altijd gebruikte voor het IRL streamen. En daar zit zeg maar ook die, die kleine, hoe noem je dat? Zo'n speldmic aan. Daarom hangt dat eraan. Dus het ziet er een beetje raar uit, maar het werkt. Ik moet even een nieuwe kabel daarvoor fixen, omdat de oude dus stuk is. Maar het ziet er een beetje weird uit, maar het werkt. Dus dat is goed. Ja, weet je. Ik had dus altijd bij mijn stream, zeg maar, dat ik deze camera had als webcam. Deze. Dus dat was 1 camera. En dan had ik altijd een 2e camera. Dat was die camera. Zodat ik soms lekker kon overswitchen van cams. Omdat dat gewoon iets leuks brengt in de stream, weet je wel. Dan heb je niet de hele tijd hetzelfde perspectief. Alleen die kabel was dus stuk. Dus ik heb hem een hele lang tijdje niet gebruikt. En ik gebruikte natuurlijk ook die tv voor de backcam. Met de donaties en dingen erop en de follows. Maar dat werkt nu weer. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dat is wel ziek voor de streams dus. Ik moet alleen nog steeds even een nieuwe kabel fixen. Aangezien deze eigenlijk bedoeld is voor het IRL streamen. Omdat er dus ook een mic aan zit. Maar ja, dit werkt nu ook eventjes. Check mijn Twitch. Linkje staat in de beschrijving. Wat ook wel sick is, is dat nu door de hele streamkamer zijn de plinten gelegd. Dus dat is wel heel episch. Ik zit nu al een tijdje in de streamkamer, ik denk 2-3 maanden of zo, of misschien wel langer, de tijd gaat echt snel. We hebben nu eindelijk de plinten gefixt, dus dat is echt heel top, het ziet er echt heel nice uit. Eerst had hier dus geen plinten, en dan was dit gewoon open en dan zag je er dus kabels lopen. Maar we hebben hier nu dus plinten gefixt, dus dat is wel helemaal episch, loopt gewoon helemaal rond, ook daar achterlangs. Volgens mij zit daar achter ergens een gat in een plint en daar loopt dan de internetkabel uit. Eigenlijk had hem even daar een gat moeten doen ofzo, dat hij er daar uit liep. Maar die moet ik ook nog een keertje goed wegwerken. Dat heb ik toen met Stefan niet gedaan, omdat hij veel te lang was. Eigenlijk moet ik hem even een keertje afknippen en dan eventjes goed maken, zeg maar, met zo'n dingetje eraan, dat hij gewoon weer in mijn computer kan. Zodat hij korter is, maar ja, dan moet ik nog maar even een keer kijken. Alle plinten lopen hier zo achter lekker langs, tot en met daar. En dan daarachter loopt ook weer een plint. Dus dat is heel episch. Dat ziet er heel nice uit. En zo langzamerhand begint de streamkamer er toch beter uit te zien. Is hij bijna af. Hieronder is trouwens echt mijn plek. En ik moet niet te veel inzoomen. Want mijn adres staat er ook op. Dit is echt de plek waar ik gewoon pakketjes neerpleur. Dat is wel heel nice. Over pakketjes gesproken.
Ik heb heel wat te vertellen. De vorige vlog was natuurlijk de Hellendoorn vlog. Die heel episch was. Ik vond hem echt nice. En echt heel erg bedankt. Want hij wordt echt heel vaak bekeken. Heel veel likes. Comments en dingen. Dus dat is echt heel ziek om te zien. Dat hij in een week heeft hij al meer dan 100 views. Dus dat is wel heel nice. Hij gaat sneller dan de Efteling vlog. Dat is dan wel weer jammer, hè. Als je het dan weer het is vet voor die vlog, maar als je het dan weer vergelijkt met de Efteling vlog, is het weer een beetje jammer dat de Efteling vlog zomaar, ja, vergeleken met die video minder views heeft. Ook al heeft hij wel meer views, maar minder snel, zeg maar. Maar toch, heel erg bedankt. Echt heel ziek. Echt heel nice. Ik heb toen helemaal niks kunnen vertellen. En ik heb weer veel pakketjes binnengekregen. Dus laten we even loeren. Laten we eens bij de M&M collectie beginnen. Dit had ik natuurlijk al. Ik heb twee nieuwe cd's. Laten we als eerst eventjes met deze beginnen. Dit is weer een single van M&M. M&M Without Me. Jawel, jawel, jawel. Ik had natuurlijk al gezegd dat ik deze heel graag wou. M&M Without Me, de single. Dus die heb ik nu ook, wat heel ziek is. Including The Way I Am en nog een remix. Of het is The Way I Am remix, bedoel ik. Dus dat is wel nice. Voor de rest hebben we hier dus de CD. Wat er heel episch is, staat ook Without Me dus de albumversie op. The Way I Am remix en dan nog Without Me a cappella en instrumental. Wat wel heel ziek is. Hier staan ze ook nog een keer. Maar wat vooral heel ziek is, is dat die dus nieuw in het plastic zit. Dat had ik dus niet helemaal verwacht. Ik heb hem gekocht voor 4 euro online. Wat echt niks is. En het best wel, ja, nice is, vind ik. Maar hij zit gewoon nog in plastic, zoals jullie kunnen zien. Dus dat is wel heel episch. Ik denk niet dat ik hem ga openmaken, want ja, het is vet om de single te hebben. Maar dit nummertje staat ook op die cd, op die LP en ook nog op die, ook op die cd. Dus hij staat echt op heel veel. Ja, het heeft niet echt nut om hem open te maken, zeg maar. Dus ik denk dat ik hem gewoon lekker dicht laat. Maar die kan dus gewoon lekker bij de singles collectie van M&M dus. Waar ook bijvoorbeeld de Real Slim Shady bij hoort. My Name is daarachter. En daarachter nog Stan. Wat wel ziek is. Dan heb ik ook nog de Curtains Call CD nieuw. Wat wel heel ziek is. En die kun je ook wel herkennen van de LP. Die ik al best wel lang heb. Ik denk wel 8 maanden of zo. Ik heb dit album nu ook op CD. Wat wel nice is. Ja, gewoon hier zo de cover art. Natuurlijk de hits. Op de achterkant zie je gewoon de nummertjes. Wat wel nice is. Gewoon de hits natuurlijk van M&M. En als we hem dan openmaken, hebben we hier het mooie boekje. En de mooie CD. Hierachter staat volgens mij de E van M&M. Dus ja, dat is wel heel ziek. Hier in het boekje, daar staan eigenlijk dezelfde foto's in als daar in de LP zitten. Dus dat is, ja, dat is wel nice om een kleinere versie te hebben. Als ik dan niet zoveel zin heb om meteen een LP aan te gooien, kan ik ook gewoon deze aangooien. Wat wel nice is, dat is eigenlijk hetzelfde als bij Music To Be Murdered By. Heb ik ook de LP, maar ook de CD. Dus dat is heel episch. Heel nice. Ik begin een beetje uit plek te raken. Ik heb niet echt plek meer om dingen neer te zetten. Dus we moeten het voor elkaar zetten. Maar ja, heel nice voor de M&M collectie. Dan was ik laatst ook naar een rommelmarkt. Wat zeg ik? Naar een kringloopwinkel weer geweest. Eentje waar ik al een lange tijd niet meer was geweest. En waar ik wel graag weer heen wou. Want daar heb ik best wel wat goede dingen gevonden. Had ik toen ook een keertje een M&M CD gevonden. De M&M Show. En ik besef me nu zojuist. Ik liet net al wat zien. Maar dat heb ik eigenlijk nog niet laten zien in de vlog. Dus dat heb ik ook bij die kringloopwinkel gekocht. Dus laat ik het er even bij pakken. Ik heb het over deze DVD. Ik heb hem net wel laten zien. Want ik dacht dat ik hem al had laten zien. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Want ik loop een beetje achter. Wat wel nice is. Deze heb ik daar gevonden, wat wel cool is. Voor 4 euro een DVD van M&M. Ik heb hem nog niet gezien. M&M Presents The Anger Management Tour. Dus dat is wel vet. Een tour uit 2002. Ik denk dat dit dan een beetje de M&M Show Tour was. En dat album komt ook van 2002. Wat wel ziek is. En op de achterkant staan ook de nummertjes. En dat zijn ook voornamelijk nummertjes van de M&M Show, het album. Dus dat is wel nice. Volgens mij is dit gewoon een video van de tour.
wat wel ziek is. Ik heb nog niet gekeken. Het is meer gewoon voor de verzameling wat wel ziek is. Hier nog een boekje. Wat wel nice is. Ziet er wel ziek uit. Ziet er wel ziek uit. En hier nog dit. Heel episch. Voor 4 euro dus. Dus dat is wel nice. Ziet er wel lach uit. En die kan dus lekker bij de M&M collectie. Dus dat is wel heel episch. Daar zo dus. Als we het toch over muziek hebben, heb ik nog iets. En dit is ook weer van een kringloopwinkel. Het is namelijk Michael Jackson's Thriller op cd. Dus dat is wel nice. Ik weet niet hoe duur deze was. Het staat hier op de achterkant. 1,50. Ja, ik bedoel maar. Ik ben een best wel muziekfan. Ik wil deze ooit nog een keer op vinyl, op LP. Het zou wel ziek zijn. Echt wel een van de beste albums die ooit gemaakt is. Michael Jackson's Thriller. Dus dat is wel nice. Op de achterkant zien jullie trouwens nog de nummertjes. Er staat wel een sticker voor. En dan voor de rest... hier zo binnen nog het boekje. Dus dat volgens mij niet echt iets bijzonders in. Gewoon wat tekst. Volgens mij niet echt plaatjes of zo. Dat zijn de nummertjes natuurlijk. Vooral de nummertjes Thriller, Beat It en Billie Jean zijn heel nice. En dan de rest van de nummertjes zijn natuurlijk ook best wel chill. Hier voor de rest de cd. Ja, niet echt heel bijzonder. Want dit album komt natuurlijk uit 1982. Dus dat is best wel lang geleden. Van Michael Jackson natuurlijk. Nou, nu we al het muziekgezeik weer gehad hebben, jongens, jullie weten natuurlijk wel dat ik een echte muziekfan ben. Hebben we nog iets anders en het begint best wel donker te worden. We zitten nu momenteel ook alweer, wanneer dit online komt, in november. We gaan echt weer naar de winter toe. Maar ik heb eigenlijk nog niet dat gevoel, want zo koud is het nog niet eens buiten, dus dat is echt... insane. Bij die kringloopwinkel waar ik het net over had, waar ik best wel goede dingen had gevonden, had ik dus ook die DVD van M&M gevonden. Maar ook nog dit. En dit vind ik zelf wel heel vet. Boeken van Harry Potter. Heel vet, heel vet. We hebben hier Harry Potter en de Steen der Wijzen. We hebben hier Harry Potter en de Geheime Kamer. We hebben hier Harry Potter en de Gevangenen van Azkaban. En Harry Potter en de Relieken van de Dood. Dit is dus boek 1, 2, 3 en boek 7. Voor heel goedkoop. Deze boeken zien er echt nog heel nice uit. Kijk, helemaal geen beschadigingen. Weet je hoe duur deze boeken waren? 3 euro. 3 euro voor Harry Potter 1, 2 en 3. En ze zien er nog heel goed uit. Echt letterlijk. Ze zien er niet gebruikt uit. Heel ziek. Voor de rest ook nog Harry Potter 7. Die is dan wel weer wat minder. Het is vooral deze eerste 3 zijn echt heel nice nog. En deze was ook maar 1,50 als het goed is. Ja, het staat erin met potlood. 1,50. Terwijl deze echt letterlijk 2 keer zo dik is als één zo'n boek. Het is echt insane. Dus daar ben ik best wel blij mee. Ik had ook al Harry Potter en de Orde van de Phoenix, maar dan in het Engels. Dit zijn trouwens allemaal Nederlandse boeken dus. Maar dan in het Engels. Dus dat is wel nice. Ik weet nou niet of dit het originele boek is. Maar het is wel een Engels boek. Dus dat is wel episch. En dan hebben we hier nog de vuurbeker. Dus ik heb nu boek 1, 2, 3, 4 en 8. En ik heb eigenlijk ook 5, maar dan in het Engels. Dus eigenlijk moet ik alleen nog 5 en 6 in het Nederlands. En dan heb ik dus ook alle Harry Potter boeken, wat wel ziek is. En dan moet ik die echt een keer gaan lezen. Ik heb ze nog nooit gelezen. Maar ik kan nu dus gewoon beginnen met 1, dan 2, dan 3 en dan 4. Wat wel ziek is. Dus daar ga ik binnenkort even lekker aan beginnen. Ja, echt heel episch. Heel episch, heel blij mee. Ik zeg het zo altijd, hè, van... Ja, kringloopwinkel, het is natuurlijk voornamelijk gewoon oude troep. Maar heel vaak zitten er ook wel wat pareltjes tussen, hoor. Bijvoorbeeld, heel vaak haal ik daar ook nog wel eens wat games vandaan. Wat films. Dus nu ook wat Harry Potter boeken. Wat ook heel veel muziekdingen. Van M&M bijvoorbeeld. Wat heel ziek is. We halen er ook nog wel eens Lego vandaan. Ja, er zitten soms best wel goede dingen tussen. Voor best wel goedkoop, wat wel nice is. Dus de Harry Potter boeken. Nou, heel vet. Die ga ik binnenkort eens even lekker lezen. Ook al ben ik niet zo erg van het lezen, maar... Ja, Harry Potter is natuurlijk wel ziek. Harry Potter moet je wel gelezen hebben. Dat moet wel, dat moet wel. Harry Potter, ja... Ik heb natuurlijk wel de films gezien en zo. Ik heb ze ook allemaal op cd. Of op DVD. Ik haal soms echt CD en DVD door elkaar. Het is echt heel dom. Maar
Ja, ik moet daar echt even een keertje aan gaan beginnen. Het is echt heel nice natuurlijk. Oh ja, nu komen we nog bij het laatste aan. Ik had namelijk nog een spelletje besteld. Aangezien op 29 oktober is de nieuwe Mario Party uitgekomen voor de Switch. Mario Party Superstars. En die heb ik natuurlijk ook nog even lekker besteld, zodat ik hem lekker op stream kon spelen. Dus ja, hier hebben we hem ook. De nieuwe Mario Party game, wat heel ziek is. Mario Party Superstars. Ik heb hem al even gespeeld. Het is echt een hele zieke game. Het zijn natuurlijk de van de afgelopen Mario Party games. Zijn de minigames zijn geremasterd of geremaked, ik weet niet hoe je dat noemt. Gewoon netjes mooier gemaakt. En dan nog vijf of zes maps. Volgens mij vijf maps van de eerste drie Mario Party games. Allemaal in één game. Dus dat is wel heel episch. Mario Party, Superstars, wat cool. Lekker feestje bouwen. Dus deze speel ik de laatste tijd best wel veel op stream. Even kijken, er zit geen kaartje in, want die zit in de Switch. Ik weet niet of er nog... Ja, kijk, deze binnenkant ziet er leuk uit, toch? Heel nice, heel leuk. Vooral beter dan de vorige Mario Party game, zoals ik gehoord heb. Want die was echt scheid. Dus dat is echt heel episch. Een lekkere Mario Party game. Die ik dus ook veel ga spelen op Twitch. Wat heel episch is, ik wou echt een Mario Party game al een lange tijd. En nu heb ik dus ook de nieuwe Mario Party game. Dus die ga ik lekker veel spelen. Ook nog even zo'n pijnlijke mededeling over Twitch. Ik heb de Dutch Stream Awards helaas niet gewonnen. Ik ben niet verder, wat heel rip is. Ja, het was een beetje jammer, want de bovenste mensen... Ja, ik zat ook niet in de top 12. Het was echt... Ik had echt het gevoel dat ik best wel goed gedaan had. Ik had best wel veel stemmen. Maar ik zat er gewoon niet tussen. Dus dat is een beetje jammer. De bovenste hadden ook nog eens... Die werden ook nog veel gepromoot door grotere streamers. Het was echt een beetje jammer. Dus dat is helaas niet gelukt. Maar ja, volgend jaar beter, zeggen we dan. Dus dat over de Dutch Stream Awards. Ik ga nu in ieder geval even lekker verder... Met degene waar ik mee bezig was. En dan zie ik jullie zo meteen weer terug. Dus tot zo. Ja. Zoals jullie kunnen zien. Ik ben bezig geweest met weer een nieuw nummertje voor Jochem Visser Music. Dus dat is wel episch. Ik ben er nog wel even bezig mee. Aangezien ik vind het best wel moeilijk. Ik heb daar echt al 4 maanden of zo geen nummertje meer op gegooid. Omdat ik het best wel moeilijk vond om weer iets nieuws te verzinnen. Dus... Ik ben even lekker bezig, wat wel episch is. Ja, daar ben ik dus wel heel druk weer mee bezig. Want ik wil voor het nieuwe jaar eigenlijk nog 1 nieuw nummertje erop gooien. En dan het album uploaden. Dat zijn weer 8 nummertjes. En dan is dat eigenlijk klaar voor 2021. Dus daar ben ik nu nog even heel druk mee bezig. Anders kom ik namelijk niet uit met de tijd. Dus daar ga ik gewoon lekker snel maar verder. Lekker mee bezig. Hoe heet dit programma ook alweer? FL Studio natuurlijk, dus dat is wel ziek. Ik ga weer lekker verder. Nou ja mensen, ik heb net weer lekker gestreamd. Echt heel lang ook. Echt heel lang. Ik heb namelijk net de horror stream of de Halloween stream van 2021 gestreamd. Wat heel ziek was. Eigenlijk hoorde deze niet aan te staan, want ik had het namelijk helemaal in het donker gestreamd. Ik had namelijk Outlast 2 gestreamd. Echt weer heel episch. Heel erg genoten, de game was 6 uur lang Outlast 2 gespeeld. Ik moet wel zeggen, Outlast 1 blijft nog steeds naar mijn mening veel beter. Outlast 2 was wel leuk, zaten gewoon lekkere jumpscares en dingen in, leuke puzzels. Maar Outlast 1 was toch wel iets beter naar mijn mening. Het was ook helemaal anders als Outlast 1. Outlast 1 had gewoon de beste formule die je kon hebben. Ook in zo'n gekhuis en dingen. Outlast 2 was meer buiten, ik vond hem wel wat minder... En ik snapte het verhaal ook niet helemaal. Dus Outlast 1, wat ik vorig jaar gespeeld heb met Halloween, was wel veel beter. Maar ik heb alsnog wel genoten. Dus het was episch. Het is ook al best wel laat. Ik heb van 5:15 tot 11:45 gestreamd. Alleen het eerste uur lukte het niet, want de game startte niet op. Dus ik was echt met mijn domme kop en dacht ik van... Ja, ik ga hem opnieuw downloaden. Bleek de game dus 20 gigabyte te zijn. Dus ik heb een uur moeten wachten tijdens de stream. En toen heb ik hem nog 6 uur gespeeld. Voor de rest wel genoten. Ik had op de achtergrond ook nog deze pompoen staan. Die gekke lampjes kleuren en dingen maakt. En hij is nu weer uit. Ik weet niet, op een of andere manier doet hij het niet echt meer of zo. Maar dat was wel lachen. Hij deed het wel gewoon de hele stream. Dus die was wel ziek. Ik had ook nog deze vleermuizen.
opgeplakt hier zo achter. Dus dat zag er leuk uit voor de achtergrond. Ik heb dus in ieder geval heel erg genoten. Was heel ziek. En de 2021 Halloween special stream is ook weer geslaagd. Heel erg genoten. Ik ga hier wel lekker gewoon de vlog afsluiten. Want ik ga lekker pitten. Ik moet morgen ook weer naar school. Dus ik ga echt niet lang kunnen slapen. Maar ja, één keertje in de tijd kan dat wel, denk ik. Ik zie jullie volgende week weer bij een nieuwe vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Dan kunnen jullie natuurlijk belonen met een lekker blauw duimpje. Abonneer natuurlijk voor meer. En dan hoop ik jou natuurlijk volgende week weer bij een nieuwe vlog hier op dit kanaal te zien. Mensen, bedankt voor het kijken. En tot volgende week. Later mensen.